In der Bibliothek ontmoeten wij vandaag schilderes Thea Paumann. Hier heeft ze haar bijzondere schilderijen tentoongesteld. Wij willen graag weten wat is de techniek achter icoon schilderen. De techniek is heel bijzonder. Iconen zijn hele natuurlijke afbeeldingen vanuit de Bijbel. Je gebruikt altijd natuurlijke materialen. De verf wordt gemaakt van eigeel, dat is vet. En daarmee meng je het pigment, het hout waar je op schildert. Het wordt altijd op hout geschilderd. En op dat hout wordt dan ook nog een laag geplakt met beenderlijm. En dat is een soort linnen wat je daarop plakt. En vervolgens ga je met een kalkmengsel en beenderlijm ga je de plank prepareren. Met een aantal lagen kalkmengsel, zodat er een goede laag ontstaat waarop je vervolgens kunt gaan schilderen. Dat doe je dan met dat eigeelmengsel in verschillende kleuren. Je brengt eerst de afbeelding over op het hout en daarna ga je de vlakken daarvan invullen met de basiskleuren. Vervolgens, als je dat hebt gedaan, dan begint het eigenlijke icoonschilderen pas. Want het icoonschilderen, het gaat erom dat je de voorstelling, maar ook het licht doorgeeft. Daarom is alles wat met icoonschilderen te maken heeft eigenlijk transparant. De lage verf die je opbrengt, die zijn transparant. En steeds meer vanuit het donker breng je lichtere kleuren aan. En tenslotte, als de icoon bijna af is, zet je een puntje wit in de pupil van de ogen, zodat de icoon je ook aan gaat kijken. Nu is icoonschilderij niet alleen dat men een beeld schildert, maar er zit ook een symboliek daarachter. En welke symboliek vind jij achter die schilderijen die je maakt? Ja, nou, het is zeker, zit er enorm veel symboliek in. Een icoon is niet een plaatje bij een Bijbels verhaal. Dat zou te plat zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Een icoon is eigenlijk een venster, zo wordt het wel genoemd, een raam, waardoorheen je kijkt naar de eeuwigheid. Ik vergelijk het wel eens met het kijken door een roze bril. Wij hebben ook dat, symbolisch zeggen we dan, als je verliefd bent, dan kijk je als het ware naar die ander of naar de wereld met een roze bril en zie je de werkelijkheid als een verliefde persoon. Zo zijn de iconen ook. Je kijkt er eigenlijk doorheen naar de goddelijke wereld, de transcendente wereld. En door de icoon heen kijk je in de ogen van Christus. Naar welk icoon heeft voor jou een goede betekenis of een beste betekenis? De diepste betekenis heeft voor mij deze icoon die hierachter hangt. De abt Menas en de Christusfiguur die zijn arm om de abt zijn schouders legt. Voor mij in mijn predikantschap was dat symbolisch ook zo. De Christusfiguur die legde zijn arm om mijn schouders heen en zei: Thea, je kunt het wel, je kunt wel predikant zijn. Daarom heeft deze icoon juist altijd boven mijn bureau gehangen als een gebed en heeft bijzondere betekenis voor mij.